Oh, nee. Op je vizier, dan kijk je naar links. En dan kijk je naar rechts. En is die schoon. Oh, dat is niet goed. Daar hebben we hoor, Dylan. Hallo. Hallo. Oké. Ergens zit een soort regenvoering. Oh, nee. Moeten wel. Woep. Zo, op z'n kop. Niemand weet hoe hard ik ga. Ik ga altijd 50. Ik rij gewoon altijd netjes 50. Deze jas heeft ook echt 6 lagen of zo, met ieder een eigen functie. Welkom in Nederland, vriendjes. In mijn vorige video was het top weer, lekker weer, alles. En nu is het gewoon weer Nederland. Ik zou best wel een keer in Spanje willen rijden of zo met een motor. Of in Italië, gewoon om het verschil te voelen. Eigenlijk is Nederland helemaal niet leuk om motor of scooter te rijden. Ik ben helemaal ingepakt en ready om knijterhard over de dijk te gaan. Ja, dat is helemaal niet waar. Je moet helemaal niet zo hard rijden op de dijk. Dat mag helemaal niet. Dat mag zoveel niet. Nee, zolang je gewoon hard rijdt waar je kan hard rijden, is het goed. Als je ergens gaat hard rijden waar dat niet kan, ja, dat is niet handig. Maar ik rijd nooit hard, dus... Mensen, waarom? Waarom moet die bocht zo krap? Dat hoeft niet. Maak de bocht ruim! Zodat ik met mijn dikke Dylan er doorheen kan. Ja, Dylan is super stoer. Ah nee, allemaal regen op mijn vizier. Eeuw. Ik zie niks. Nee, doe het niet. Scoot, laat me er langs. We gaan gewoon lekker door de regen alsof het zomer is rijden. Oh, heerlijk. Ah, die microfoon is mijn kaak echt aan het kapot duwen. Dat is zonde van mijn kaaklijn. En we hebben handvatverwarming. Heerlijk. Oh ja, hey. Dit trucje. Dit trucje weten sommige motorrijders en sommige scooterrijders waarschijnlijk ook, of brommerrijders. In ieder geval mensen die helmen dragen. Als je dan regen op je vizier hebt, helemaal dan moet je heel hard gaan rijden. En dan zitten er allemaal druppels op je vizier en dan kijk je naar links. En dan kijk je naar rechts. En is die schoon. Dat is echt een heilige truc. Inhaalacties to the max. Ja, blijf open. Blijf open, vizier. Even gluren. Yes, we can go. Sorry, leswagen. Doe mij niet na. En die instructeur die zei tegen zijn leerling, en dat moet je niet doen. I know. I'm sorry. Ik heb Dylan gisteren getankt. Oké, Dylan gaat nu al glijden. Lekker man. Dus Dylan zit weer lekker vol. Hij zuipt wel, maar ja, hij gaat ook echt knijterhard. Dit soort auto's vind ik altijd op politie lijken. Een zip. Hey, Dylan, maatjes. Oh, het is al lang groen. I'm stupid. Tjallas. En inhaalacties. Ik wilde jullie iets vertellen, maar ik heb alweer geen idee wat ik wilde vertellen. We hebben stickers die we gaan verloten. En we hebben maar 25 paar. En het zijn echt super mooie stickers. Het zijn de stickers die op de... Ah, wat gaat die bus doen? Ik weet niet of die mij ziet. Nope, hij ziet mij niet. Lang leven motorrijders. Zo moet je dus altijd denken. Hij ziet mij niet. En daar ook gewoon gelijk van uitgaan. Want hij zag mij niet. Maar die stickers, die gaan we verloten. / weggeven. Hoe kan je ze winnen? Door te reageren. Ik ga er nog een hele aparte video van maken. Daarin leggen we alles uit hoe het werkt. En laten we ze ook zien. Het zijn de stickers die op de R7 ook zitten. Dus dat is wel cool. En super mooie stickers. Maar ja, we hebben er maar een aantal van. Je kan ze niet kopen. Alleen winnen. Dus het is een one and only. Dus dat is wel ziek. Zou ik deze bus kunnen inhalen? Ik weet niet. Bij sommige auto's heb je altijd een slecht gevoel. Gewoon, er zit een heel naar iemand in of zo. Ik denk als ik hem ga inhalen, dat hij ook harder gaat rijden. Omdat hij het niet aan kan dat een scooter hem inhaalt. Ah, nee, hij zit op zijn telefoon. Dat snap ik ook als je me niet ziet. Dat had ik de eerste keer toen ik via deze weg naar mijn werk ging. Was er een man die me gewoon niet wilde laten inhalen. Ik ging gewoon harder rijden als ik wilde inhalen. Ik vind het triest. Maar ja, toen was mijn GoPro uitgevallen. Toen dacht ik ook, ja, why? Why GoPro? Zo niet nodig. Maar de GoPro vond van wel. Ik wil gewoon een keer via het fietspad of zo. Lijkt me heel cool, maar het mag niet. Maar ik wil het wel doen. Maar het mag niet. Snelheid. Snelheid. Oké, inhaalacties. Yes. Waarom zit iedereen op zijn telefoon? Hij geeft me ook groot licht. Wat? Oké, ik haal deze man in en daarna geeft hij groot licht. I can't. Eigenlijk, kijk, weet je, onze community, onze mensen die deze video's ook bekijken, zeg maar ons team, Jixt, is gewoon leuk. Mensen gunnen elkaar, mensen zijn lief. En dan heb je
Ja, ik weet niet, Nederlanders of zo. Kijk, wij zijn ook Nederlanders. Maar Nederlands volk is eigenlijk best k***. Er zit zoveel jaloezie achter dingen. Mensen zijn jaloers op elkaars accounts. Op volgers die je in theorie gewoon kan kopen. Waarom moeten mensen zo jaloers zijn? Het is zo niet nodig. Zo niet nodig. Ja, het is ook echt iets Nederlands eigen hoor, om te zeiken op elkaar. Doei! Oké, ik ben ook wel echt heel naar. Ik laat mensen ook wel echt hun leven regretten, zeg maar. Hey yo! Ik heb geen idee. Volgens mij zit mijn uitlaat los. Wacht even. Heel even kijken hoor. Volgens mij is dat ding los. Oh, dat is niet goed. Oké, wacht even. Ik moet even een boom hebben of zo. Want hij breekt dan midden waarschijnlijk. We kunnen hem ook niet echt neerleggen. Misschien tegen die paal. Ah, stop. Blijf staan. Oh, hij blijft niet staan. Oké, we moeten dat ding even eraf halen. Gelukkig zijn we heel dicht bij Jur. Oké, even kijken of we hem hier tegenaan kunnen zetten, tegen deze paal. Kijken of we hem daar tegenaan kunnen laten staan. Niet bewegen. Nee. Oké, ik moet even mijn baas bellen, dat ik later ben. Oh ja, dat is wel een goeie. Doe maar iets, zonder kaas. Oké, tot zo. Oké, mijn baas zegt, wil je iets van Turkse pizza of zo? Oké, maar why? Waarom gebeuren dit soort dingen altijd bij mij? Het is gewoon wraak, omdat ik mensen belachelijk maak. Denk ik. Nee, ik maak mensen niet belachelijk. Oké, we kunnen er nu niks aan doen. Dus we gaan gewoon door naar Jur. Het lijkt erop dat hij er niet zomaar afdondert. Het gaat alleen heel klinken en mensen gaan me heel stom aankijken. Why? Waarom is mijn leven altijd zo? Ik zweer hè, ik zet niks in scène. Ik ben niet fake. Dit is gewoon hoe ik ben. Mensen die op de motorbus me hebben gezien, dit is hoe ik ben. Dit is gewoon mijn leven. Net zoals dat die sticker verkeerd om zit. Ik hoop echt dat Jur er is. Anders hebben we nog Joey Schaar en anders hebben we nog Richard. Dus we hebben 3 kansen. Kijk, weer een maatje. Met wel een correcte middenbok. Volgens mij is het nog best wel pok uit. Oh shit, ik hoor hem. Ik hoor hem. Nu moet ik gewoon netjes rijden. God damn it. Nou ja, zien jullie nog wat? Nou, dit is dus hoe het is om normaal te rijden. Dat is best wel saai. Jezus, wat zijn dit voor huizen, joh. God, Sanne, dat zou ik wel willen. Jongens, let niet op mijn geklinggeluid, ik weet het. Ik weet het. Ik weet dat mijn middenbok los hangt. Als ik hem zo een beetje rijd, eigenlijk moeten we de hele tijd zo rijden. Zo. Want dan wordt hij hier van de grond afgetrokken. Dan maakt hij dat geluid niet meer. Het is echt karma voordat ik naar die kerel zwaaide. Don't do it. Ik had gewoon een tie-ripje moeten hebben. Oké, we zijn de krukjes uit. We mogen 50. Nee, we mogen 70. Maar nu moet ik me inhouden. Kijk deze lange weg. Oh, jongens. Oké, ik mag gewoon niet meer bitchen op mensen. Dat is 1. 2 Nederlanders zijn lief. We zijn echt geen zeikers. Why? Film me nog. Hallo, vriendjes. Waarom is mijn leven zo? Why? Oké. Waar zijn we? 5 huizen. Oké. Top. Kijk, allemaal kleurtjes. Oh, bloemetjes. Oh, ik hoop echt dat Jur er is. En anders gaan we Joey Schaar lastigvallen. Oh my god, het wordt zo niet beter. Gewoon zo blijven rijden. Ik ben zo bang dat ik zo meteen echt van die scooter af word gesmerkt. Misschien moet ik hier niet zo hard overheen gaan. Oké, gaat goed. Oké. Oh my god. Oh my god. Zo meteen breekt hij af en dan zo knoek ga ik er overheen. De meest gunstigste uitkomst is dat hij zeg maar losknalt en dat ik er gewoon overheen rijd alsof het niets is. Of hij knalt los en blijft half hangen, waardoor mijn band wordt gelift en waardoor ik soort van een motor af wordt gejiet. Scooter, sorry. Als ik een bocht naar rechts wil maken, moet ik echt oppassen. Misschien kunnen we nog wel schuine inhaalacties doen. Maar of het verstandig is? Nee, liever niet. Ook gewoon, ik rijd daar. Volgens mij zit er iets los. Shit. Wow, dat is een dikke Land Rover. Oké, dit was niet hoe ik het had gepland. Hé, wat ga jij doen met je rollend wagentje? Ik hou van Dylan nog, hè? Don't do it. Oh, dat schuinrijden is wel echt heel kut. Hoe ver zijn we? Ik denk nog lang niet bijna. Deze bus die heeft ook echt twijfels in zijn leven. Zeg maar, je moet gaan of niet gaan, maar niet, net niet gaan. Dan wordt het niet beter van. Het is echt karma gewoon. Het is echt karma, jongens. Oké. Sorry voor alles, sorry. Maar het gaat nog goed. We zijn nog niet gevallen. Kijk, nu heb je die gekke bocht. En na die gekke bocht zijn we er bijna.
Oh, dat is eigenlijk echt heel eng. Aan de andere kant denk ik, dit gaat goed. Maar nee, dit kan zo fout gaan. Hè. Hoep, hoep. Oh nee, rechterbocht. Oké, okay, we gaan naar rechterbocht. Oh, we gaan hem we gaan hem naar rechts nemen, terwijl ik naar links. Leun, 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 leun. Oh, dat dacht ik, dat dacht ik. Nee, maar de spiegel. Oh ja, wel achterom kijken, omdat je denkt dat er iets los zit. Maar niet denken, ik ga helpen of zo. Niet proberen te hinten dat er iets los zit. Nederlander. Kijk, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Ik bedoel gewoon, mensen zien het, mensen horen het. En dan denken ze, fuck jou, ga maar dood. Wat is deze maatschappij? Niet iedereen hoor, gelukkig. Maar onze community, daar ben ik wel echt gewoon trots op. Het is gewoon lief, leuk, aardig, goede mensen, enthousiaste mensen, blije mensen, positieve mensen. I love it. Ik denk dat iemand ons gaat inhalen. Nee, nee. Ik wil alleen maar inhaalacties doen. Ach ja, ach ja. Kan die altijd winnen? Oh shit. Oké, okay. Links leunen. Oh, oh, oké. Okay. Hey, ga aan de kant. Ik wil die dood. Oh, die zat op zijn telefoon. Oké, okay, maar nu zijn we er wel bijna. Oké, okay, ja. We zijn er bijna. Ja! Oké, okay, ik zei tegen mijn baas 20 minuten. Oeps, ik hoop dat het binnen die 20 minuten is. Oh shit. Ik weet niet of hier iets uitkomt. Nee, oké, okay, maar ik kan niet naar rechts leunen. Oké, we zijn er bijna. Oh, kan ik heel even rechts zitten? Oké, okay, dat was het. Oh. Ik voel hem soms zo plop onder me doen. Dat is echt een heel eng gevoel. Alsof je wordt gelift. Come on. Je kan het, Dylan. Niet nu al sneuvelen. Ik heb echt beugels om dit ding nodig. Ik heb gewoon... In eerste instantie dacht ik altijd... Oh, die beugels zijn echt stoer. Stuntbeugels en zo. Maar ik val toch niet. Ik val best vaak. Stuntbeugels zijn mooi, maar ze hebben bij mij dus ook echt een functie. En het is nog steeds tyfus weer. Ga jij rijden? Top. Oké, hier, kom eraan. Hier, help. Red me. Ik hoop echt dat er iemand is, anders ga ik echt huilen. Ja, save my ass, please. De binnenbox zit los. Succes. Doei. Ding gaat hard, jongen. Oké, Dylan doet het weer. Dus we gaan ons ritje afmaken richting werk. Dat was iets langer dan 20 minuten. Of in ieder geval, het sleutelen was heel snel. Maar het ritje hierheen was toch allemaal. Maar we zijn er nu bijna. Kunnen we hiervoor? Tuurlijk kunnen we hier. Oké, nee, laat maar. Dat gaat al goed. Top. Ik heb niks gezegd. En ik ben nog steeds niet doorweekt. Dat is wel lekker. Dus zoek jij nog goede motorkleding? Voordeelhelmen in Amsterdam. Good stuff. In ieder geval, ik ben nog niet doorweekt. Kijk, we kunnen weer een rechterbocht nemen. Ja. Oké, ga aan de kant, ga aan de kant. Er zit wel een 50 km per uur flitspaal, maar nog steeds ga aan de kant. Het is leeg. Oh nee, het is helemaal niet leeg. Grapje. Sommige mensen hebben het gewoon echt niet koud. Maar ze heeft een zonnebril. Waarom? Deze morgen was aan het slapen. Gekke muziek naast ons. Hele vibe. Hij zat er even. Hij ziet er wel echt heel eng uit. Sorry. Dit. Hoi. Jump. En go. Nee. Heb je me heel stoer ingehaald. En dan. Dan heb ik jullie weer ingehaald. Oké, oh my god, vriendjes. Even jullie schoonmaken. Zo, we hebben het gewoon gehaald. We zijn bijna op mijn werk. Oh, echt, niet oké. Dit had gewoon een ritje van 20 à 30 minuten moeten zijn. Dat was het niet. Maar ja, gelukkig had ik jullie mee, dus het was niet heel saai. En we hebben het weer overleefd. Dat zijn ook een beetje meer mijn ritjes. Vroeger had je dat boek Hoe overleef ik? En mijn ritjes zijn gewoon Hoe overleef ik mijn eigen ritje. Jezus, wat zit hier nou weer in, joh? God damn it. Ga je nog remmen? Oké, er komt niks aan. Er komt een auto aan. En dan moet je heel hard voor remmen. Want dat had je echt nooit voor gekund. Wel. Weet je, niet iedereen kan zo goed rijden als wij. Oké, vriendjes. Tot de volgende video.